Ik ben Roel van Duin, provo, kabouter, schrijver. En ik ben getrouwd geweest met een vrouw uit Hengelo. En zo ben ik ertoe gekomen om uit te zoeken wat het oorlogsverleden is geweest van haar ouders. Die maakten namelijk deel uit van een verzetsgroep van Hazemeyer. En die hebben een heel heldhaftig, maar ook tragisch leven gehad daardoor. En dat heb ik beschreven in mijn boek Verraad. En daarover ga ik vanmiddag hier in het Museum Hengelo een lezing houden. Goedemiddag allemaal. Het is een verbijsterend verhaal over mannen die een bom hebben gelegd op een spoorrails om te voorkomen dat bewapeningsmateriaal naar de Weermacht vervoerd. Ze zijn afgevoerd naar het concentratiekamp Vught en ze zijn uiteindelijk bevrijd door de vrouw van een van de mensen van deze Hazemeyer-groep, omdat zij een relatie is aangegaan met een man van de Sicherheitsdienst. En dat heeft geleid tot enorme psychische complicaties, maar ook tot de bevrijding van deze mensen uit het concentratiekamp. Zij is een heldin, een miskende heldin, maar vanaf nu een gerehabiliteerde heldin en haar naam is Leen Reefwil.